Goedendag allemaal, ik sta hier bij de balken. Volgend op de vorige video zeiden wij dat er eventueel balken zouden komen bij de VIP-tent. Maar deze zijn verlegd. We gaan even naar AdProp. Hij kan hier meer over uitleggen waar de balken precies liggen. En hoe de balken, hoe hoog ze liggen ongeveer. En hoe belangrijk ze zijn in de wedstrijd. Goedendag allemaal, we staan vandaag hier bij de balken op de nieuwe locatie. Eerst, voorgaande jaren bij de wereldbekerwedstrijd lagen ze altijd bij de VIP-tent ervoor. Dit jaar, vanwege de natte omstandigheden, heeft Adrie van der Poel besloten om ze toch maar te verplaatsen. Uiteraard met als reden van, joh, als je daar al moet afstappen omdat het zo nat is, dan heeft een balk weinig toegevoegde waarde. De hoogte van de balk, die is onveranderd ten opzichte van andere jaren. Maar nu hier in de klim richting het technische gedeelte hier bij de Uilenberg, is het wel een punt waar je het verschil kunt maken van spring je erover. Of kun je gewoon afstappen en lopen. Zo, de balken liggen er. Cruciaal punt in de koers. Net voor het einde en net voor het technische gedeelte. Wil jij meer zien op ons kanaal? Druk zeker op de knop abonneren. Zo blijf je de hoogte. We gaan morgen naar de Mixed Relay. Dus weer een nieuwe video. Elke dag één video online over het WK. Dus druk zeker op abonneren, geef een duimpje omhoog en dan zie ik jullie weer de volgende keer. Tot ziens!